Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Gerard Leijsen. Namens de kerkraad heet ik u en alle luisteraars die op ons hebben afgestemd hartelijk welkom. Onze voorganger is Ariane Kuivenhoven. Het thema van de dienst is binnen en buiten. We vieren vandaag het heilig avondmaal en hopen dat u thuis het avondmaal met ons mee wilt vieren als teken van onze gezamenlijke verbondenheid met het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus. In de digitale collecte is vandaag bestemd voor de verzendkosten van goederen naar het kinderthuis Jardim Coronial in Brazilië, het project van Ria Zegwaard. U kunt deze week uw gift overmaken op het bekende banknummer van de diaconie. De bloemen gaan na deze samenkomst naar Jaap van Woerden, die vorige week uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Wij wensen hem als gemeente van harte beterschap. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Ik wil Ton vragen de kaars aan te steken. Als intochtslied luisteren we naar Psalm 121, vers 1, 2, 3 en 4.
En ook vanmorgen belijden we dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar luisteren of misschien thuis ook wel meezingen. Opwekking 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Laten we met elkaar bidden. Heer onze God, dank u wel dat we ook vandaag weer online samen mogen komen. Naar uw woord mogen luisteren, het heilig avondmaal mogen vieren, uw dood en opstanding gedenken. En we bidden u, Heer, kom met uw heilige geest bij ons, in onze woonkamers, in onze harten. En zegen allen die u verwachten. Maak ons vrijmoedig om u, maar ook om elkaar te dienen, met een nederig en opgewekt hart. Heer, we bidden om een zegen voor de techniek. Heer, wat is het fijn dat we de techniek hebben, nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, om toch online samen te komen. Heer, we bidden dat alles vanavond, als we deze opname maken, goed zal werken en ook zondagochtend de opname goed te beluisteren zal zijn. Heer, zegen ons samen zijn door uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar een kinderlied. Het kinderlied is Zal ik het anders even voor je doen? En misschien hebben jullie ook wel eens het verlangen om iets van God te zien. Dat je hem wel eens zou willen ontmoeten.
even in de hemel zou willen kijken, maar je kunt hem niet zien. Maar wat je wel kunt ervaren is soms dat je iets van Gods liefde mag voelen. God is liefde, staat er in de Bijbel. En we mogen die liefde van God zien in de liefde die we ook met elkaar delen. Dat is niet een liefde waar je zelf beter van wordt. Als je je vader of je moeder of je opa of oma een keer helpt en dat je denkt van nou, daar krijg ik er misschien wel wat zakgeld extra voor. Nee, Gods liefde is een gevende liefde. Die verlangt niets terug. En ja, zo kunnen we ook elkaar die liefde geven. Door gewoon eens aan een ander te vragen, zal ik het anders even voor je doen? Zal ik je even helpen? Kan ik wat voor jou betekenen? We gaan luisteren naar het lied. De tafel dekken wou, nou. Zal ik het anders even voor je doen? Mijn zusje zat te zuchten en te zeuren, voor het werkstuk moest nog veel gebeuren. Weet je wat ik zei toen ze de blaadjes printen wou, nou. Zal ik het anders even voor je doen? Zal ik het anders even voor je doen? Wat ik zei toen ze het weer proberen wou, nou. Zal ik het anders even voor u doen? Papa zat te geeuwen en te gapen, hij wilde het liefst even gaan slapen. Weet je wat ik zei toen hij de brief en posten wou, nou. Zal ik het anders even voor je doen? Zal ik het anders even voor je doen? De schriftlezing van morgen wordt gelezen door Marja Molenaar en komt uit Matteüs en Colossense. Matteüs 28, vers 16 tot 20. Uitzending van de leerlingen. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelde enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. De tweede schriftlezing komt uit Colossense 3, vers 5 tot 17. Het nieuwe leven. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij, want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet,
nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of wat u doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Ik wil vanmorgen graag verder met jullie nadenken, spreken over het boek Twee Componenten Kerk van Arjan Zanti. Daarvan hebben we al een aantal hoofdstukken behandeld. Waarheid en genade, woord en geest, vrucht en gaven. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben over binnen en buiten. Over een gemeente waar aandacht is voor elkaar, waar ruimte is voor elkaar. Maar die verder kijkt dan de kerkmuren, de wereld inkijkt naar je klasgenoten, je collega's, naar buren, bekenden, naar mensen die we op ons levenspad ontmoeten. Als we kijken naar de bediening van de Heer Jezus Christus, dan zien we dat hij regelmatig spreekt over het Koninkrijk van God. Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij. Dat was ook een thema waar Johannes de Doper over sprak, terwijl hij de komst van de Heer Jezus aankondigde. Het Koninkrijk waar de Heer Jezus koning van is. En we weten, hij is gekomen, hij is koning. En dat koninkrijk, dat zou je dus kunnen zeggen, dat is er dus al. En tegelijkertijd verwachten we het ook nog, als we bidden onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. We bidden om de komst van het koninkrijk. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal dat koninkrijk pas ten volle op aarde gevestigd worden, werkelijkheid worden, als de Heer Jezus alles en in allen zal zijn. Maar dat koninkrijk, als wij bidden om de komst van dat koninkrijk, dan is dat koninkrijk niet alleen bestemd voor u, voor jou, voor mij. Nee, dat koninkrijk, dat staat open voor iedereen. Uw koninkrijk komen. We wachten op dat koninkrijk. Maar dat is niet een passief afwachten. We hebben een opdracht meegekregen. Een opdracht die we zojuist ook met elkaar hebben gelezen uit Matteüs. Als Jezus zegt tegen zijn leerlingen en vanmorgen ook tegen ons, ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Ja, dat is een grote opdracht. Maar we staan er niet alleen voor. Jezus die koppelt er een belofte aan vast. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ga dus op weg. Maar als we eens eerlijk kijken naar de kerk in Nederland, hoe brengen we het dan af van deze opdracht? Hoe zouden buitenstaanders kijken naar de kerk? Ja, veel kerken hebben we het goed met elkaar. We ontmoeten elkaar. En als we elkaar niet kunnen ontmoeten, dan gaan we online verder. Er zijn bijbelstudies.
ook genoeg online te vinden? Er gaat veel tijd zitten in het zoeken naar mensen voor allerlei taken. We maken roosters. En we zijn aan het einde van het jaar weer blij als we het jaar financieel goed kunnen afsluiten. En daar is niks mis mee, dat is goed, maar een buitenstaander ziet er maar weinig van. Zou het kunnen zijn dat we soms die grote opdracht wat uit het oog verloren zijn? Dat we zijn vergeten dat Jezus ons als zendelingen de wereld instuurt? Want buiten die kerkmuren, daar rust die grote opdracht. Ga dus op weg en verkondig het evangelie. Maar dat doen we toch? Elke zondag openen we de Bijbel. We verkondigen het evangelie en als je behoefte hebt aan gebed of aan een gesprek, dan is daar altijd ruimte voor. Dan kun je dat ontvangen. Maar daar krijgt de buitenwereld niets van mee. Kerkdrempels zijn soms ontzettend hoog. Ja, in vakantietijd, dan wordt er nog wel eens een kerkgebouw binnengestapt. Soms nog een kaarsje aangestoken. Maar het bezoeken van een kerkdienst, daar aarzelen veel mensen. Die ervaren daar toch vaak wat schroom om zomaar naar binnen te stappen. Maar juist buiten die muren van de kerk, daar leven mensen die worstelen met de grote vragen van het leven. Mensen die zich afvragen, wie ben ik? Waar leef ik voor? Is er leven na de dood? En waar ga ik heen als ik er straks niet meer ben? Hoe is de wereld ontstaan? En ik denk dat het evangelie op veel van deze vragen antwoord geeft. Het evangelie wat wij elke keer weer horen. Wat tot ons gekomen is. Wat ons leven heeft veranderd, ja toch? Als we de liefde van de Heer Jezus hebben leren kennen. Ontdekt hebben dat Hij zijn leven voor ons wilde geven. Dat we geliefd en kostbaar zijn voor Hem. Als kinderen zijn aangenomen voor God de Vader, dan is dat toch te kostbaar om voor jezelf te houden. We mogen gekerkt zijn naar binnen, naar elkaar, maar ook zeker naar buiten. Jezus, Hij leerde ons bidden, onze Vader. Dat laat zien, God, Hij wil een vader voor ons zijn. En wanneer ben je een vader? Een vader ben je als je een gezin hebt. Jezus, Hij kwam niet naar deze aarde om een religie te beginnen. Nee, je zou veel beter kunnen zeggen, Hij kwam naar deze aarde om een gezin te beginnen. Waarvan God de Vader is en Hij zelf de eerstgeborene, de oudste zoon. En je gaat deel uitmaken van deze familie door de wedergeboorte. Als je ontdekt, ik heb Jezus nodig. Ik kan niet zonder Hem, ik wil dat Hij de Heer is van mijn leven, dat Hij het voor het zeggen heeft in mijn leven. Als je dat erkent, dan word je wedergeboren. Dan ga je automatisch deel uitmaken van Gods gezin. Staat zo mooi in Johannes 1, vers 12. Wie Hem ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wat een voorrecht. In het Grieks staat daar het woordje volmacht. Hij heeft ons het volmacht gegeven om kinderen van God te worden. Dan mag je deel uitmaken van Gods gezin. En leden van een gezin, die hebben dezelfde oorsprong. En onze oorsprong is niet de kerk. Nee, onze oorsprong, onze bron, dat is God zelf. En Jezus, Hij maakt ons deel van Gods gezin. En binnen dat gezin viert de liefde de boventoon. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat is toch bijzonder. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Nee, niet door grote evangelisatiecampagnes. Die roepen vaak weerstand op. Nee, Jezus, Hij leerde het ons anders. Door jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat deed Hij ons voor toen Hij knielde voor zijn leerlingen om hun de voeten te wassen als een nederige dienaar. Jezus, Hij had mensen oprecht lief. En Hij leerde ons die liefde
Hij deelde die liefde met ons en leerde ons die liefde zelf ook weer uit te delen. Jezus, hij was met innerlijke ontferming bewogen over mensen. En heel veel tijd bracht hij door met zoekers. Mensen die hun leven nog niet op orde hadden, die worstelden met die grote levensvragen, daar bracht hij tijd mee door. Hij werd zelfs een vriend van zondaars genoemd. Dat betekent, hij begaf zich in een wereld van zoekenden. En hij had hen lief. Hij had tijd en aandacht voor hen, zelfs voor de allerkleinste. En hoe zit dat met ons? Dragen wij die liefde van Jezus ook zo uit? Dat mensen zich afvragen, hé, wat is dat toch dat hij heeft? Waar vindt hij toch elke keer weer de kracht om verder te gaan? Wat is het toch wat haar zo drijft, wat Jezus voor haar gedaan heeft, waardoor ik me misschien afvraag waarom ik eigenlijk niet geloof? Omdat de liefde van Jezus mensenlevens verandert. De liefde van Jezus geeft perspectief en hoop voor de toekomst. En het gebod om lief te hebben is het meest herhaalde gebod in het Nieuwe Testament. En wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Wij mogen Gods liefde met elkaar delen met de mensen die God nog niet kennen. Wij mogen iets van Gods liefde laten zien. En ik denk dat wanneer een gemeente alleen maar naar binnen is gericht, alleen op elkaar is gericht, dat de wereld daar heel veel van mist en dat er zelfs een gevaar in schuilt. Want als wij Gods liefde alleen maar voor onszelf houden, dan sterft er iets af van de kerk. Eenzijdigheid heeft een prijs. Wij zijn nu als magneetgemeente een aantal jaar met elkaar onderweg. We hebben het goed met elkaar. Maar wat gaat er gebeuren als we het evangelie ook veel meer buiten de kerkmuren laten horen? Voelen buitenstaanden zich thuis? Nodigen we ze uit? Kom eens met ons mee. Of aarzelen we omdat we het niet weten hoe ze zich bij ons zullen voelen of ze zich thuis zullen voelen? Willen buitenstaanders eigenlijk wel komen? Of denken ze, nou, ze hebben het daar erg goed met elkaar. Misschien hoor ik daar niet zo goed bij. Zoals misschien vroeger je als kind op de camping aankwam na een lange reis. En je ouders zeiden, ga maar even buiten spelen, zodat zij de koffers konden uitpakken. En je ging op de camping op zoek en je zag wat kinderen spelen. En van een afstandje keek je toe. Ja, zij kenden elkaar. En jij voelde je naar buiten staan en je voelde je wat ongemakkelijk. En je hoopte eigenlijk misschien wel, zouden ze me zien staan en me uitnodigen om mee te doen. En als dat niet gebeurde, probeerde je misschien zelf moed te verzamelen om gewoon eens te vragen, mag ik met jullie meedoen? En wat fijn als dat dan mocht en je meedeed en je leerde elkaar kennen. En dan was het soms na een week of meerdere weken vakantie soms weer moeilijk om afscheid te nemen, omdat je al zo vertrouwd geraakt was met elkaar. Hoe voelen buitenstaanders zich in onze gemeente? Voelen ze zich thuis? Nou, omdat ze worden uitgenodigd, omdat ze welkom zijn. Of voelen ze zich toch wat ongemakkelijk? En geldt dat misschien ook voor mensen die misschien wat introvert zijn, die niet zo snel bij gesprekken worden betrokken? Hebben we aandacht en tijd voor elkaar? Is iedereen welkom? Voelen we ons thuis? Want dat is belangrijk, dat de gemeente een plaats is waar je thuis voelt, waar je kunt groeien in je geloof. Jezus, hij ging met buitenstaanders in gesprek. Hij zocht ze op, zoals die rijke jongeling. Hij was naar Jezus toegekomen met die vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? En Jezus, hij legt de vinger op de zere plek, verkoop eerst maar eens alles wat je hebt. Ja, die prijs was hem te hoog. En hij ging weer bij Jezus vandaan, maar Jezus, hij was met ontferming bewogen over die jonge man. Of denk eens aan die overspelige vrouw. Ze werd bij Jezus gebracht. Op heterdaad betrapt op overspel.
waar haar partner was, dat lezen we niet. Had hij haar laten zitten, zelf op de vlucht geslagen? Hoorde hij misschien bij de mensen die haar betrapt hadden, die haar hadden meegenomen om haar eens als voorbeeld te stellen bij Jezus? De wet van God zei, iemand die als er overspel gepleegd wordt, dan moeten de man en de vrouw beide gestenigd worden. Wat moeten we doen met deze vrouw? Op hete daad betrapt, zou Jezus de wet van God ontkrachten? Nee, dat doet hij niet. Hij zegt alleen maar, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen en allemaal druipen ze af, één voor één, van de oudste tot de jongste toe. Totdat ze daar samen staan, de Heere Jezus en die vrouw. En hij die zonder zonde is, die het volste recht heeft die eerste steen te gooien, hij doet het niet. Hij zegt alleen maar, ga heen en zondig niet meer. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. En misschien zijn er vanmorgen wel mensen die naar deze dienst luisteren, die nog nooit onze diensten hebben bezocht toen we nog fysiek bijeenkwamen. Nou, ik hoop dat je je thuis voelt. Nee, niet omdat wij het altijd zo goed doen, niet omdat wij altijd zo gastvrij zijn, maar omdat Jezus je lief heeft. Hij kent je. Hij houdt van je. En ik hoop dat als je luistert en je aarzelt om eens een dienst mee te maken als we fysiek bijeenkomen, dat je toch eens over de drempel stapt. Je bent welkom bij God. Je bent welkom bij Jezus. Hij nodigt je uit om aan Gods vaderhart te komen. Jezus, hij vraagt ons, wat is het wat ik voor jou kan doen? Wat is het waar jij naar op zoek bent? Jezus, hij wil voorzien in onze behoeften. Daarvoor is hij gekomen, om ons het leven te geven in overvloed. Het is zo gemakkelijk om elkaar te veroordelen. Mensen die anders zijn dan wij, mensen die de Heere Jezus niet kennen en een hele andere levenswijze hebben, te zeggen van, oh, dat is zo fout. Maar Paulus roept ons op in Colossense, laat het van je afglijden. Leg je oude leven af. En kleed je met innig meeleven, kleed je met de band van de liefde. Dan gaat je leven vrucht dragen, vrucht van geloof en vrucht van bekering. Jezus, hij had mensen lief en werd steeds weer benaderd door mensen die een bepaalde behoefte hadden. Mensen die worstelden met vragen. Mensen die behoefte hadden aan lichamelijke genezing of emotionele of geestelijke behoeften. En hij voorzag daarin. Nee, je krijgt niet altijd wat je vraagt. Als ze hem vragen om wijn, dan geeft hij water. Maar hij weet wel wat je nodig hebt. En hij laat je dieper kijken, dat je tot nieuwe inzichten komt. Hij geeft je hoop en perspectief. En ik denk dat ons leermoment is, wat kunnen wij doen voor een ander? Zoals we hoorden in dat kinderlied, zal ik het anders even voor je doen? Wat kan ik voor die ander doen? Omdat Jezus zoveel voor mij heeft gedaan, niet omdat ik er iets voor terug verwacht, maar omdat Jezus zo goed is voor mij, wil ik zijn liefde uitdelen aan de mensen om me heen. Binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Jezus, hij was echt en puur in de manier waarop hij met mensen omging. Waarin hij onderwijs gaf. En dat maakte dat mensen graag naar hem luisterden. Ze zochten hem op. Ze wilden naar hem horen. Ze werden tot hem aangetrokken. Zijn wij ook mensen die aantrekkelijk geloven? Als magneetgemeente mogen we toch onze naam eer aan doen, aantrekkelijk geloven? De Bijbel staat vol met verhalen, met levenslessen en geschiedenissen, vol met het evangelie. De boodschap die Jezus bracht, hij is niet veranderd. En we hoeven het niet relevanter te maken dan dat het is. Het evangelie is ook vandaag nog steeds goed nieuws voor de wereld. Goed nieuws voor de mensen binnen de gemeente, maar ook voor de wereld daarbuiten. Goed nieuws. En hoeveel mensen zitten daar niet op te wachten?
Samen mogen we bouwen aan een gezonde gemeente. Daar hebben we elkaar in nodig met de gaven en talenten die God ons gegeven heeft. En als mensen dan tot geloof gekomen zijn, dan is het belangrijk dat er een gemeente is waar ze kunnen groeien. Waar ze mogen ontdekken wie ze zijn in Christus. Waar ze het oude leven stap voor stap mogen afleggen en het nieuwe leven mogen aantrekken, daarin mogen groeien. Dat is alles wat we doen binnen de kerk. Maar buiten mogen we het laten zien wie Jezus voor ons is. Hoe Hij ons leven veranderd is en daar mogen we van getuigen. Het evangelie is niet alleen voor binnen de gemeente, maar juist ook voor daarbuiten. En de uitnodiging die Jezus doet is heel eenvoudig. Kom en zie. Kom maar van buiten naar binnen. En tegelijk is daar de opdracht. Ga dus op weg en verkondig het evangelie. Kom en zie. Ga maar op weg en verkondig. Het gaat samen in een gezonde gemeente. Want wie dorst heeft, laat Jezus komen. Kom maar bij mij. Drink maar van de wijn. Eet maar van het brood. En als je dan gegeten en gedronken hebt, als je bent opgebouwd in je geloof is versterkt, dan klinkt het. Ga maar op weg. En verkondig het evangelie. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de wereld. Amen. We gaan met elkaar zingen thuis of luisteren naar opwekkingslied 705. Aan de maaltijd wordt het stil. Als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Zij, dit is
We willen ons geloof met elkaar belijden met de woorden van de 12 artikelen van het geloof. En een ieder spreekt met mij in zijn of haar hart, of misschien ook wel hardop thuis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen de maaltijd van de Heer vieren in verbondenheid met Jezus Christus, in verbondenheid ook met elkaar. En als u thuis brood en wijn of druivensap klaar hebt staan, dan bent u welkom om dit avondmaal met ons mee te vieren als u Jezus kent als uw Heer en Verlosser. En ik wil graag een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 11 vanaf vers 23. Zijn woorden die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. En daar schrijft hij, want wat ik ontvangen heb en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En vanmorgen willen we ook het brood breken. We willen Jezus lijden en sterven gedenken. We willen drinken uit de beker. Het is Jezus die voor ons naar deze wereld kwam. Het is Jezus die zijn leven voor ons wilde geven, zijn lichaam dat voor ons gebroken werd, zijn bloed voor ons vergoten. Hij wil ons bevrijden van de macht van de zonde. Hij wil ons bevrijden uit onze angst en uit onze duisternis, uit onze zorgen. We zijn vrijgekocht door het bloed van onze Heer Jezus Christus, die in onze plaats wilde sterven aan het kruis. En zo de prijs van alles wat wij verkeerd deden, wilde betalen. En hij is het die ons maakt tot kinderen van God, waardoor we deel uitmaken van Gods gezin als broeders en als zusters. Laten we met elkaar bidden. Heere God, liefdevolle Vader in de hemel, u kent ons en u doorgrondt ons. U weet van ons zitten en van ons staan. U kent zelfs onze gedachten. U weet wat we nodig hebben. En u weet ook waar we onze levens misschien nog niet op orde hebben. We danken u dat u ons steeds weer opzoekt in uw liefde en genade. Dat u ons steeds weer vergeving aanbiedt. Dank u wel dat u ons geloof wilt versterken door brood en wijn. Heer, hier zijn we. Onze ziel dorst naar u. We verlangen naar u. En we bidden dat u door uw Heilige Geest in onze harten wil werken. Heer, werk in onze gemeente. Heer, dat we oprecht bereid zullen zijn om uw liefde uit te delen naar elkaar, maar ook naar de mensen die u nog niet kennen. Heer, dat we een voorbeeld mogen zijn van liefde, van warmte in de wereld. Dat we op Jezus mogen lijken. Heer, geef dat we ons meer en meer aan u zullen overgeven.
Heer, we danken u dat u ons uitnodigt aan uw tafel. We danken u dat u voorziet in onze behoeften in brood en wijn. We danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die op onze plaats wilde staan. Heer, en we prijzen uw naam. Amen. We luisteren naar het lied uit de Evangelische Liedbundel, lied 302. Heer, ik kom tot u. Te vieren, verbonden met hem en verbonden met elkaar. Jezus nodigt je vanmorgen uit. Kom aan mijn tafel zitten. Eet met mij. Drink met mij. Vier met mij dit feest en gedenk dat ik voor jullie gestorven ben. Gedenk dat ik ben opgestaan. Zo willen we het avondmaal deze morgen vieren. Zoals we dat gelezen hebben. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij brak het, sprak het dankgebed uit en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Neem, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei:
dit is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens opnieuw als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. De beker met wijn waarvoor wij God loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem, drink alle eruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we God onze Vader danken door het zingen van het lied Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Het nieuwe liedboek, lied 885. Geeft ons vrede, vergeving van zonde.
Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, we danken u dat u alles hebt volbracht. Dat ons leven in u veilig is. Dank u wel dat we vanmorgen het heilig avondmaal mochten vieren. U nodigt ons aan uw tafel. En wij mochten stilstaan bij uw lijden en sterven. Bij uw dood en aan uw opstanding. Dank u wel dat u dicht bij ons wilt zijn door uw Heilige Geest. Ja, dat u zelfs in ons wilt wonen. We danken u voor alle zegeningen die u geeft. Voor de techniek die het mogelijk maakt om elkaar online te ontmoeten. Om online het avondmaal te vieren. We danken u voor de online kerkdiensten. Heer, dat het mogelijk is om zo toch uw woord te delen met elkaar. Ook als we elkaar niet ontmoeten. Heer, en dat willen we ook uitspreken, dat we elkaar zo missen. Nu we geen fysieke diensten hebben in het Lentis College. Heer, we bidden dat het snel weer mogelijk zal zijn om samen te komen. Om samen uw naam te loven en te prijzen. Met psalmen, met gezangen, met nieuwe liederen. Heer, want u troont op de lofzangen van uw volk. Heer, we bidden dat er een einde zal komen aan deze coronacrisis. Heer, zoveel mensen die ziek zijn. Zoveel mensen die zorgen hebben. Die niet weten of ze de rekeningen volgende maand of deze maand nog kunnen betalen. Zoveel geestelijke en psychische nood. Zoveel vragen waar mensen mee worstelen. Heer, kom met uw vrede. Genees ons land, genees deze wereld. En geef dat er een nieuw vertrouwen, een nieuw geloof in u mag groeien. Dat we als mensen, als volkeren terug zullen keren naar u, de levende God, de enige en ware God. Heer, we bidden dat we als gemeente de onderlinge liefde, dat die niet zal verkillen. Maar dat we juist de warme broeder- en zusterband mogen bewaren. Dat we elkaar de helpende hand mogen reiken als het moeilijk is. We elkaar mogen ondersteunen en bemoedigen. Heer, geef dat we uw liefde mogen uitdelen naar elkaar, maar ook aan de wereld. Dat we iets mogen laten zien van wie u bent. Van hoe u ons leven hebt veranderd. We bidden voor ons land. Voor mensen die werken in de zorg, die zo keihard moeten werken. We danken u dat de afgelopen week de kinderen van de basisscholen weer naar school mochten gaan. Maar we bidden ook om hun bescherming. Heer, dat ze niet ziek zullen worden. Maar bovenal dat het zo goed zal gaan naar geest, ziel en lichaam. We bidden voor onze tieners. Die nog niet naar school kunnen gaan, die nog steeds online school hebben, online lessen volgen. Heer, wees bij hen als ze hun vrienden missen. Vrienden die zo belangrijk zijn om hun mening te vormen in een maatschappij waar zoveel gevraagd wordt. Heer, we bidden dat er tijd en aandacht zal zijn voor onze jongeren. Niet alleen om hun lichamelijk welbevinden, maar juist ook voor wat ze geestelijk en psychisch nodig hebben. Heer, we bidden voor onze ouderen. Juist als in de afgelopen week het wind en weer heeft ingevallen, het buiten glad is, bescherm hen. Dat ze veilig mogen zijn. Heer, en geef dat we elkaar behulpzaam mogen zijn, elkaar de helpende hand mogen reiken wanneer dat nodig is. Heer, we bidden voor Engelien Leijsen, die nog herstellend is aan haar schouder. Heer, we bidden voor Regina Poot. We bidden voor Jaap van Woerden. Heer, u kent hen. U weet wat ze nodig hebben.
We bidden dat u met uw vrede, met uw heling zal komen, dat u genezing zal geven. Heer, dat bidden we voor een ieder die herstellend is. We bidden voor Rie Broekman, voor Nick Buinink in de Tweemaster. We bidden voor elkaar. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Heer, kom naar ons en vervul onze behoeften. Vervul onze verlangens naar u, dat we mogen groeien in het geloof. Dat ons geloof versterkt zal worden. Heer, we bidden voor Maasland. Heer, dat we zichtbaar mogen zijn als gemeente. Wil met uw Heilige Geest werken in ons eigen land, in onze regering. Heer, dat mensen u weer zullen vinden. We bidden voor uw volk Israël, wat ook zo te lijden heeft onder de crisis. Zoveel vertrouwen op de vaccins en het gaat allemaal in razend tempo. Maar toch krijgen ze de crisis nog niet onder controle. Maar u regeert. We verwachten het van u. We verwachten genezing en herstel van u. Die beloofd heeft dat u de tranen van onze ogen zal wissen. Heer, en zo gedenken we wie u bent. Dat mochten we vanmorgen doen in brood en wijn. We mogen ons daarin met elkaar verbonden weten. En vertrouwen dat u met ons meegaat, zoals u beloofd hebt. Dat u met ons zal gaan tot aan de voltooiing van deze wereld. Heer, daar danken we u voor die belofte. En we loven en prijzen daarvoor u. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar uit de liedbundel van Johannes de Heer 928. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar wat wij hier beleden samen met elkaar. Thuis mogen we de zegen van de Heere God ontvangen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.